Calvin, mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En vandaag is het de 9e dag van de tijd. Ik ben niet eens meer. I don't care. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Tijd voor een nieuwe video. Het aantal likes dat jullie gisteren moesten behalen is jullie gelukkig gelukt. Gefeliciteerd mee. En mogen jullie weten waar ik het over heb? Deze hele maand is het Kelsember. Wat betekent dat ik elke dag een video upload. Ik weet niet waarom ik het doe, want ik verneuk mijn hele leven. But I love it, man. It gives me energy. Maar ik ben niet de enige die iets moet doen. Jullie moeten ook iets doen, namelijk het aantal likes behalen wat ik jullie opdraag. En het aantal likes van vandaag is... Ik moet even kijken. 4500 likes. Dat is het aantal likes dat ik binnen 24 uur moet halen op deze video. Als dat lukt, komt er morgen weer een nieuwe video. Man, Kelsember is happening. I'm happy. Als je de Kelfam nog niet gejoined bent, dan zou ik dat zo snel mogelijk doen door te abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram. Want dan maak je kans op de meest persoonlijke meet and greet uit je leven. My god. Ik kom letterlijk bij mensen thuis lang. En vandaag heb ik een heel origineel video idee bedacht, namelijk mijn huis. Zoals jullie misschien weten ben ik een aantal maanden geleden verhuisd. Ik woonde altijd in Amsterdam en nu woon ik nog steeds in Amsterdam. Ik ben in... What? Ik woonde altijd op een bepaalde plek in Amsterdam en nu ben ik verhuisd naar een andere plek in Amsterdam. Waarvan ik het adres niet ga zeggen, want jullie komen hierheen. Op een of andere manier weten mensen waar ik woon. Komen kids bij de deur met paprika. En zo. Heb ik geen zin in. Weet je, Kelfam, leukste familie van Nederland. Ik hou van jullie. Jullie zijn fantastisch. Maar bij mijn huis komen vind ik net even iets te... Ja, dat vind ik heftig. 1 persoon vind ik oké. 100 mensen op een dag vind ik iets te overdreven. Beetje privacy is wel chill. Maar om jullie toch iets meer diepgang te geven in mijn leven, in mijn huis. In, weet je, we zijn toch familie, dus we moeten elkaar wel even betrekken bij bepaalde dingen. Ga ik jullie toch iets laten zien. Iets wat ik al heel lang wil, maar waar ik nog geen tijd voor heb gehad. Namelijk my house. Ik ben dus verhuisd. Ik woon nu met Nina. Nina is de meest beeldschone vrouw in mijn leven. Ik hou van je. You're the best. I love you. You're my girl. Jullie kijken al een paar maanden naar video's in dit huis met deze achtergrond. En het was eigenlijk nog niet helemaal af. Weet je, er moesten nog allerlei dingen gebeuren. Er moeten eigenlijk nog steeds dingen gebeuren. Maar ik vind het nu af genoeg om het een keer aan jullie te laten zien. Namelijk, zijn jullie klaar voor een house tour van mijn huis? Yeah. Let's go! Yeah, that's right. We are here, man. I'm living the vlog life right now. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Kelvin. Ik zat trouwens nog na te denken over, oké, moet ik mijn huis gaan opruimen of niet? Dat is misschien wel netjes. Maar toen dacht ik, nee. Nee. No! Het moet gewoon wel real zijn. We gotta be real in life. Oké, hier hebben we het statief waar ik eigenlijk al mijn video's op maak. Kijk, ik zal jullie dat even laten zien. Hier. Tada! Dit is een beetje mijn setting. Hier staat mijn stoeltje. Hier staan mijn dingen. Mijn tafel staat normaal gesproken daar. Maar hey, dat is lastig, want je stoel moet dan daar. En dan is dat de achtergrond. Ik nam mijn Calvin video's op in een studio. En dat was chill. Alleen ik voelde me gewoon niet helemaal oké erbij. Want ik vind het gewoon chill om lekker thuis gewoon op mijn sokken. Gewoon, hey boy, met Otje erbij. Gewoon filmpjes te maken. We gaan door. Naast dit statief hebben we ook dit statief. Hey, what is... Otje. You alive, Otje? Otje, do you even live? Do you even live, dude? Hey. Hello. Kijk, was je lekker aan het slapen, Otje? Je was lekker aan het slapen, hè? Krabpaal, iets... mand. Dit is de mand van Otje. Dit is, oh my god. Dit ding kostte best wel veel geld. Maar we wouden hem gewoon hebben. Omdat het gewoon past bij het interieur. Kijk. Groen, groen, soort groen, 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 groen. Oké, dit wil ik toch even laten zien. Dit zijn maar gordijnen. En normaal gesproken zijn gordijnen niet zo heel interessant. Totdat je zeg maar beneden komt en denkt, hey, ze zijn veel te lang. What's up? Als er één ding is wat ik haat, zijn het fucking gordijnen. Het is gewoon altijd kut. Kijk, als je een stoel koopt, dan is het gewoon, zet hem in elkaar en zet hem lekker neer. Oké, dan komen we aan bij het pronkstuk van de woonkamer. The TV. Het enige waar ik tv eigenlijk voor gebruik is letterlijk dit gewoon. Tada! Muziek. Ik zeg jullie eerlijk, deze tune, hé. Tot zover hebben we workouts voor vandaag. We gaan door! PlayStation controller, PlayStation controller 2. PlayStation voor de gamers onder ons. Ik zal jullie even laten zien wat voor games ik heb. Dit wisten jullie waarschijnlijk al, want ik heb het al een keer eerder laten zien. Maar hey, allemaal kut games. Alleen maar kut games. Alleen maar kut games. Ik heb zelfs... ik speel letterlijk FIFA 16 gewoon. Dit is een mooie plant die Otje soms gebruikt als kattenbak. Wil je dat niet meer doen, Otje? Wil je in het vervolg niet meer deze plant als kattenbak gebruiken? Dat zou ik wel prettig vinden. Ja, luister je goed naar me... Oké, we gaan door. Dit is de woonkamer. Katten ding, kattenbak, katten dit. Eigenlijk wil ik dit niet meer in de woonkamer hebben. Maar Otje moet nu nog eventjes weten dat ze maar niet op de grond moet kakken. Dus laat ik hem even hier staan. Dan kunnen we het checken. Maar hey, Otje stinkt wel een beetje. Ja, dit is salontafel, bonnetje, portemonnee, papieren, afstandsbediening, plantje. Dit is onze bank, zoals je ziet. Nou, eigenlijk is het het bed van Otje. Laten we het daarop houden. Otje, je hebt een koude groot bed voor jezelf, hé. Mocht je afvragen hoe ik normaal gesproken op deze bank lig, dan zal ik het even demonstreren. Wauw, wat een gave Nederlandse televisieprogramma, zeg.
Dit is niet normaal toch? Dit is toch niet normaal? Oké, dit is mijn wasrek. Hier heb ik gisteravond was opgehangen. Het is nog niet droog voor de mensen die het zich afvragen. Maar dan komen we toch wel bij de meest waardevolle bezitting die ik heb. Namelijk mijn alcoholvoorraad. Nou, op zich valt het best mee. Eigenlijk vond ik dit ding gewoon mooi. Ik vond dit ding gewoon vet. En ik heb hem gekregen van mijn schoonouders. Ik hou van jullie. En eigenlijk, ik heb er wel drank in staan. Maar ik vond überhaupt dit ding gewoon tof. Mocht ik afvragen wat ik drink? Eigenlijk alleen dit. Ik denk eigenlijk alleen whisky uit dit ding. Dit is onze kast. Hier staan spelletjes. Nina en ik houden echt van spelletjes. Dat vinden we echt cool. Voornamelijk Rummy Cup. Hey, Rummy Cup is my thing, you know. Dit zijn boeken die eigenlijk op een soort kleur liggen. Maar even recht hier. Dit zijn... Dit zijn dingen. Oké, dit zijn foto's van ons. Dit is eigenlijk vooral van Nina. En dit zijn mandjes met allemaal spullen erin die jullie niet mogen zien. Anders denken jullie dat we heel gek zijn in ons hoofd. Oké, we gaan door. Dit is trouwens de eetkamertafel. Waarvan zeg maar deze lampen zijn allemaal kapot. Moet ik nog vervangen. Fuck deze lampen. Mooi petje. Schoolboeken van Nina. Fruit. Brieven. Papieren. Plant. Nepplant. Dingen. Oké, oninteressant. This is the kitchen. This is where the cooking is being done. Allemaal YouTubers en artiesten en zo die zeggen: oh, ik heb een keuken, maar ik heb er nog nooit in gekookt. Wij koken gewoon. Is dat raar? Is koken raar? Nee, dat is niet raar. Koken is gewoon goed. En gezond en leuk of zo. I don't know. Soms voel ik me een beetje een debiele YouTuber. Kookding. Waar pannen op kunnen. Ik weet niet eens hoe je dit noemt. De vieze vaat. Koffie. Thee. Dingen. Nog meer dingen. Nog meer dingen. Je bent natuurlijk heel erg benieuwd wat er in mijn koelkast zit. Even kijken. Frissie. Hello there. How are you doing? You're so pretty. Oké. Natuurlijk gewoon altijd een lekker pilsje. Als er gewoon vrienden komen is het gewoon gezellig. Beetje groente, beetje paprika zoals je ziet. Hartstikke lekker. Hier een beetje drinken en zo. Beetje nou, allemaal dingen. Top! Dit is de badkamer. De badkamer is niet heel speciaal naast het feit dat er kleren liggen van Nina. En dit een beetje een rotzooi is. Ik vind dat we het redelijk netjes houden met z'n tweetjes. Dit is de wc. Deze wc heb ik letterlijk in de fik gestoken in de eerste week dat ik hier woonde. Het ging per ongeluk. Het was een kaars. De kaars vloog in de fik. Gouwdingen, geurdingen, nepland, nog meer geurdingen, wc-rollen. Mazzel. Oké, tot zover de wc. Dit is een hok. Hier staan allerlei hele interessante dingen. Zoals een wasmachine en wasdingen en een wasbak. En allemaal vet oninteressante shit. Hey. Nou, dan komen we hier bij onze prullenbak. Onze prullenbak is heel interessant, want oh my god. Dit is letterlijk snoep van Sint Maarten. Ik dacht, hey, yo, ik woon in een nieuwe plek, kom allemaal kids zingen en zo, let's go. En uiteindelijk is er gewoon niemand gekomen. Letterlijk niemand. Dus ik moet nu al dit snoep op gaan eten. En ik eet niet eens snoep. Ik vind het altijd wel lachwekkend dat je zeg maar dan zo'n schoenenkast hebt, weet je. Een mooie schoenen. Oh, wat mooi, allemaal patta's. Oh, Nina heeft ook een kast. Even kijken, het ligt gewoon hier. What the fuck? Ga erin. Ga erin. We zijn inmiddels aangekomen in mijn kantoortje. Nou, in ieder geval, het is gewoon een bureau met een computer. Want hey, why not? Computer, dingen, post, nog meer dingen. Matras, waar als je tegen de muur aan wil slapen, dan kan dat bij ons thuis. Dit zijn soort van kussens en dekens. Alleen gebruikt Otje dit meer als speelplaats in plaats van dat wij er iets mee doen. Allemaal printers, dingen, bla 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 bla. Oh my god, dit past weer zo bij het interieur. Oh my god. Eigenlijk het enige interessante van deze hele ruimte is deze reuze paprika. Alright, mensen, we zijn aangekomen bij het hoogtepunt van deze house tour, namelijk onze slaapkamer. Are you ready, man? Are you even ready, bro? Ja. Het chillen aan onze slaapkamer is wel dat die echt gewoon groot is. We hebben echt een hele ruime slaapkamer. Kijk, hier kunnen gewoon nog drie andere mensen pitten. This is me. What do you even know, boy? Deze gordijnen zijn trouwens wel, snap je? Dat hebben we dan wel weer goed gedaan. Nou, dit is zeg maar mijn kist met kleren, want altijd als ik Calvin-video's maak, dan ga ik 18 outfits proberen en dit is dan dit. Dit zijn ook kleren van mij. Hij is eigenlijk allemaal van mij. Voor de mensen die denken, oh, Calvin heeft echt gewoon alleen maar zijn bed opgemaakt voor de video. Nee, ik doe dit wel elke ochtend. Ik vind bedden opmaken een van de belangrijkste dingen in het leven. Nou, dat is niet waar. Kasten met kleding en dit. Dit vind ik nog wel even leuk om te zeggen. Namelijk deze uitspraak. Sommige rollen zijn te mooi om er geen realiteit van te maken. Is eigenlijk gewoon de reden waarom Nina en ik überhaupt, zeg maar, verkering kregen ooit. Want er ging dus een roddel bij ons op school dat wij samen iets gedaan hadden. Gezoend hadden of iets. Ik weet het niet eens meer. Alleen, toen was het echt zo van, oké, het was gewoon niet waar. Het was echt gewoon, this is gossip. It's not the truth. En vervolgens zeiden Nina en ik tegen elkaar van, weet je wat, als dat dan een roddel is, waarom zouden we dan niet gewoon de realiteit ervan maken? Dus toen gingen we zoenen en waren we heel verliefd en toen was het opgelost. Dus dat is eigenlijk gewoon de reden waarom we samen zijn. Dingetjes, leuke dingetjes zo. Oké, ik ga het beeld even wazig maken nu, omdat ik nu naar een hoekje ga waar Nina waarschijnlijk niet heel blij mee is als ik het laat zien. Liggen zeg maar alleen maar kleren op de grond. Kijk, ik ben dan wel weer het vriendje wat dat niet wil laten zien aan de kijkers, weet je wel. Dat als je een vriendin hebt en ze is een beetje rommelig met kleding en zo, dat je dat dan, die kan niet van haar laat zien. Dat je doet alsof ze, ja, gewoon altijd haar kleertjes
is opruimt. Maar het zou raar zijn als ik dat heel erg pontificaal in beeld zou brengen of zo. Dat zou een beetje raar zijn. Dus daarom heb ik het beeld even wazig gemaakt net. Dit is soort van de make-up hoekplek van Nina. Waar ze denk ik een halve keer heeft gezeten sinds we hier wonen. Otje, ben je nog steeds aan het slapen? Otje slaapt de hele dag en als wij willen slapen, dan is er een keer hyper de pieper. Ja, hè? Dan ben je hyper, hè? Zeg maar dag tegen de Kelfam. Doei Kelfam, bedankt voor het kijken deze house tour. I love you, bye. Vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven, want dan zorg ik ervoor dat er morgen weer een nieuwe spetterende, akelig, lijpe video voor jullie is. Kelfam, ik hou van jullie. Abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram om kans te maken op een live meet and greet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, hopelijk morgen. Yeah, boy!